naam is Wikke Peters. Blij en energiek en zin in de dag. Hond. Ik wilde als kind heel graag een hond. Dat mocht niet van mijn vader. Nu willen mijn kinderen heel graag een hond, maar dat mag niet van mij, omdat ik te druk ben. Dus het is denk ik een droom die nooit meer uit gaat komen. Ja, echt goede, lekkere Italiaanse pizza. Ik kijk eigenlijk heel weinig tv. Maar wat ik wel echt heel erg leuk vind, is Zondag met Lubach. Omdat ik daar verschrikkelijk hard om moet lachen. Dat heb ik. Dat is I've Got Life van Nina Simone. Ik kijk heel graag met mijn twee dochters naar Temptation Island. Wel heel erg, maar dat vinden wij alle drie heel erg leuk. Dat ik met mijn moeder mee de paardjes in de buurt ging voeren, die daar toen nog stonden. Het is denk ik de opmaat geweest dat ik daarna ook een echt paardenmeisje geworden ben. Ja, je zou eigenlijk wel gek zijn als je nooit meer geld zou zeggen. Hoewel geen geld hebben ook wel heel erg naar is. Maar ik ga toch voor nooit meer geld. 30 minuten is wel heel kort. Maar ik denk toch dat we in 30 minuten iets aan de armoede in de stad zouden moeten doen. Dat inkomensongelijkheid moeten gaan opheffen en moeten gaan zorgen voor een inclusieve stad. Dat moet lukken toch? Ik ben absoluut rood. Omdat ik in mijn dagelijks werk ook heel erg tegenkom dat wij al best wel een sociale stad zijn. Maar dat het nog veel socialer kan, veel gelijker verdeeld en vooral ook veel inclusiever. Ik denk dat er nu nog te veel mensen, groepen eigenlijk buiten de boot vallen. Daar zie ik dagelijks voorbeelden van en dat raakt mij persoonlijk. Ik vind Eindhoven een geweldige stad. Mooi van een soort lelijkheid. Het is geen Den Bosch, maar het heeft echt een heel eigen karakter. Ik vind dat er geweldig samengewerkt wordt in Eindhoven. En ik vind het ook een hele gezellige stad. Creatieve stad. Dat zijn vier woorden. Hashtag maak er het beste van. Het voordeel dat we in een democratie leven, dat heeft niet iedereen op de wereld. Maar ik vind ook gewoon, als je niet gaat stemmen, dan moet je ook niet klagen over hoe het land ervoor staat.